ben altijd heel enthousiast en energiek. Is er relatief weinig gezeik bij ons. Ja, ja. We hebben wel een stoer bedrijf en we hebben gewoon voornamelijk een hele goede sfeer. Bepaalde werkzaamheden vallen niet echt bij iemand, vallen ergens tussenin, maar bij ons rapen mensen erop. We doen rond de 25 miljoen dit jaar. Heel veel sportscholen leveren wij ook, dus hebben we ook 5 mensen voor op de weg. Iedereen wil even een snel online score, even wat budget erbij knallen en een influencer wat papotten sturen en wat geld. Retail komt ook steeds meer. Elke dag een beetje beter, dan word je vanzelf de beste. Dat roep ik wel vaker. We hebben 20 soorten verschillende eiwitpoeders. Iedereen heeft je telefoon en druk bellen en dat en dit doen. Ik zeg, als jij zo over je mensen praat, dan snap ik ook wel dat als jij weg omdat ze geen ruk doen. Dan in één keer goed en gewoon even goed kantoren erbij, sportschool erbij. En dan zit ik wel eens te kijken en dan denk ik, ja, dat vind ik mooi. Daar word ik echt blij van. Van harte welkom bij weer een nieuwe video op CWD-TV. En luister je naar de podcast ook van harte welkom. Ik heb een prachtige ondernemer bij mij in de bank zitten, die ooit zijn bedrijf op een hele speciale manier begon. Maar hij is met dat verhaal een beetje klaar. Dus wil je dat weten, dan moet je vooral zijn naam zometeen even googlen. En dan lees je iets over een BMW en driften. En dat ging allemaal niet goed. En anyway, lang verhaal. Zoek het vooral online op. Dan ga ik het niet met hem over hebben met René van der Zijl van XXL Nutrition. René, van harte welkom. Ja, leuk te zijn. Ja, we gaan het vooral hebben over het bedrijf waar het nu staat. Want schets het eens. Wat is het bedrijf vandaag de dag? Wat doen jullie? Hoe groot schets het is? Ja, we hebben qua mensen, zeg maar, we zitten op zo'n tegen de 40 vaste mensen. En we hebben nog een schil van 40 oproepkrachten. Ja. Dus dat is een beetje in de mensen gezegd. We draaien de webshop. Dus eigenlijk al onze orders lopen via de webshop. Nou, voor mij zitten we rond 1800 per dag op dit moment. Bestellingen. Bestellingen zijn dat, ja. Dat zijn dan van kleine bestellingen tot grote, tot pallets. Dat zit er allemaal in die 1800. Ja. En even het product? Ja, we zitten in de sportvoeding, nutrition. Ja. Ooit begonnen in een niche, zeg maar, een beetje meer op bodybuilding gericht. Omdat ik zelf uit die hoek kom. Is te zien. Eigenlijk zijn we nu, we richten ons eigenlijk op de... Iedereen die fanatiek sport, die goede producten wil. De sportvoeding, daar hebben we eigenlijk spullen voor. Maar het assortiment... Dat is eiwitpoeders. Eiwitpoeders, creatine, vitamines. Maar we hebben een heel breed assortiment. Ik meen dat we rond de 2500 producten hebben. Ik tel dat allemaal niet precies. Ik vind dat niet zo heel relevant, zeg maar. Nee. Maar ja, het is van dieet. Functional food, zoals al met eiwit, hoog gehalte, dat soort dingen. Dan, ja. Voor topsporters, voor mensen die op dieet zijn. Het is een heel brede product. Ook voor duursporters, krachtsporters. Eigenlijk voor elk type sport hebben we eigenlijk wel producten. Buitenstaanders die zeggen dan wel eens van, joh, maar waarvoor heb je dat allemaal nodig als sporter? Want je kan toch gewoon goed eten en zo. Maar daar red je het niet mee, hè, als je echt op niveau sport. Ja, kijk, het zijn natuurlijk wel supplementen. Ik zeg dat altijd, dat zeggen we ook tegen onze klanten. Het woord zegt dat het is een supplement aan je voeding. Dus uiteindelijk moet je zorgen als je traint, hè, sport, dat je voeding in orde is. Daar staat of valt alles wel mee, hoor. En uiteindelijk vul je dan aan met voedingssupplementen. Jullie alles zelf? Nee, we maken niet zelf. We hebben wel naar gekeken, maar kijk, uiteindelijk hebben wij poeders, pillen, liquids, capsules, tabletten dan, repen. Je hebt zoveel producten die wij hebben, saus. Zou je dan zelf moeten gaan maken? Dan heb je bijvoorbeeld een hele industrieterrein nodig met productiebedrijven. Mm. En uiteindelijk, wij maken wel dezelfde formules. Dus wij bedenken zelf eens samen met we willen een product gaan maken voor herstel. Wat moet er dan in? Wat zijn de hoeveelheden vitamines, mineralen? Welke aminozuren moeten daarin? Dat soort zaken. En dan doe je dat met externe? Of heb je er mensen voor? Nee, dat doen wij zelf. Maar wat zijn er voor types dan die dat kunnen? Ja, voedingsdeskundigen. En dat doe ik zelf ook heel erg. Omdat ik ben een autodidact, zeg maar, in die voedingsleer. Ja. En ik heb wat backup lijnen van mensen die er heel veel kennis van hebben. En die speuren ook alle nieuwste onderzoeken af op het internet en zo. Daar heb je publicatie PubMed bijvoorbeeld. Ja. Komen al die onderzoeken op. Dus dan maken wij zelf de formules. En die leggen wij dan weg bij een producent. En zeggen, hey, we hebben dit bedacht. Dit zijn de werkzame stoffen die erin moeten zitten. En er moet een vanille smaak aan zitten. Doe je best maar eens. Ja. En dan komen hun met een of andere smaakvariant erop. Dat doen hun dan wel. Dan voegen de smaken toe. En dan gaan wij dat testen. Wat vinden we ervan op losbaarheid? Kijk, en de werking kennen we wel. Want we weten wat die stoffen moeten doen. Ja. Ja. En je zegt 1800 bestellingen per dag ongeveer? Zeg ja. Nou? En dat is gemiddelde orde grootte. Want dat verschilt dan nogal. Het gaat van één doos naar een hele pallet. Ja, dat... Je bedoelt in bedragen of zo? Ja, of, gaan we meteen het rekensommetje maken natuurlijk. Ja. Ja, hè? Ja, of is dat geheim? Nee hoor, op zich is dat niet geheim. Ik denk, ik weet eigenlijk niet de orde grootte. Doe je een omzet dan?
We doen rond de 25 miljoen dit jaar. Hartse flats. Ja. En is dat hoe zit dat marge-wise? Dat is best wel kunstig. Ja, op zich. We leven natuurlijk veel aan de consument. Ja. Dus op zich is dat natuurlijk gunstig, omdat wij niet... Maar goed, onze prijs is dan ook niet... Wij zijn niet de duurste in de markt. Nee. Dus wij zijn ook niet de goedkoopste. Ja, de relatief zijn onze producten wel duur of hoog in de inkoop. Omdat wij zijn een merk. Waar onderscheiden wij ons wel wat van onze concurrent. Dat wij echt op de kwaliteit van het product zitten. Dat staat bij ons op nummer 1. Zeg maar. Dat is het allerbelangrijkste, dat wij een goed product maken. En dat betekent ook automatisch dat we niet de goedkoopste producten om te produceren. Maar ook niet het duurste. Dus gewoon een goed product voor een goede prijs. Ja, maar dat komt omdat wij in principe niet met veel tussenlagen werken. Nee, je doet veel zelf, hè? Want ook je magazijn heb je ook zelf. Ja, wij doen alles. Wij doen ook de warehousing doen we nog zelf. Het is uiteindelijk een beetje gegroeid zo, hè? Vanuit vroeger, naast het huis. Deze is zelf in de garage en dan groei je... Oh, was de garage leeg? Ja, was je garage leeg. Ja. Dus 100 meter en dan steeds groter. En uiteindelijk zijn de warehousing zelf blijven doen. Maar ik vind het ook mooi dat je zelf tussen je eigen producten loopt. Dat is die binding met het product. Ja. En ook de mensen, iedereen bij ons op kantoor, die lopen dan door de magazijn heen. Loopt langs de orderpikkarren. En je kan wel op een bestelling zien wat er besteld wordt. Maar als je op een of andere manier langs zo'n orderpikker loopt, je ziet het staan, krijg je toch even een ander gevoel. Ja, hoort bij de core business gewoon. Ja, ik vind het wel... vind ik mooi. Hoe heb jij geleerd om, want nogmaals, het was niet je droom om een bedrijf te starten, zeg maar. Het is ook een soort van gebeurd eigenlijk, ja, wel een beetje. Ja. En nogmaals, kijkers, zoek het uit hoe dat gebeurd is. Maar hoe heb jij je ondernemerslessen geleerd? Want je hebt nu een bedrijf, 25 miljoen, 40 man in dienst, het groot gebouw, de hele shebang, alles. Ja. Hoe leer jij dat? Ja, dat is een proces, zeg maar ook. Als je groeit, dan merk je dat je... Ja, je moet anders gaan handelen in een bedrijf. Maar goed, ik ben wel zelf management gewend. Hè? Dus ik kom uit bij het energiebedrijf. Vandaar waar we ook een afdeling van 150 mensen aan moesten sturen. Ja. Maar juist toen daar ook mee gestopt omdat ik het niet leuk vond. Dus dat kwam uiteindelijk, ik vond het juist om dingen te doen. Maar goed, nadat bij het bedrijf groeit, merk je dat je zelf weer steeds met management in te raken komt. Maar op een of andere dat manier... Je met mensen te maken. Ja, met mensen. Hè? Ja. Maar uiteindelijk ben ik altijd heel enthousiast en energiek, denk ik, bij ons. En daardoor neem ik heel veel mensen daarin mee en is er relatief weinig gezeik bij ons, zeg maar. Valt er relatief weinig te managen. Ja, ja. Zelfs ook met 40 man is nog te... Ja, we hebben ook natuurlijk nog die oproepschillen, hè. Dat is ook 40 man ongeveer. Ja. Ja. Maar uiteindelijk we hebben wel teams en ja, heel veel verantwoordelijkheden. En taken liggen gewoon bij de teams. Ik ben zelf niet meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Gewoon. De tent draait, ja. En dus mensen hebben ook vrijheid. En die ruimen ook hun eigen shit op, om het zo maar te zeggen. Ja, maar dat is wel een cultuur die jij hebt gecreëerd. Ja, gecreëerd. Dat is niet geweest, want eigenlijk moest ik zelf doen. Tot op een gegeven moment werd het zo gek dat ik denk van... Ja, jongens, dit gaat niet meer. Dat was op zo'n dag, dan bonderde van alles. En opeens kwam alles op mijn bureau. En dan komt er allemaal nog ongein tussendoor. Dan denk ik, ja, waar gaat het over? Papier op, de internet is uitgevallen. Ja. En weet ik veel. Los het op. Ja, los het op. En ik denk, ja, jongens, dit gaan we zo niet doen. Dat moet echt anders. Je hebt Semco gelezen ook, hè? Of tenminste, niet gelezen. Toegepast toch? Ja, toegepast. Ja, dat is inderdaad veel vrijheden, verantwoordelijkheid bij de mensen. En ik geloof daar echt in. Dat werkt bij ons gewoon heel erg goed. Ik vind, en dat merk je ook, dat die sfeer daarom bij ons heel erg goed is. En je hebt een soort eigen ondernemers binnen het bedrijf. Die hun eigen tokens, die gaan allemaal dingen daarbij doen. Die komen al met initiatieven. En dat vind ik wel mooi, zeg maar. Ze draaien niet alleen het proces, om het zomaar te noemen, maar er komt heel veel nieuwe initiatieven, ideeën, komen gewoon bij de mensen zelf vandaan. En die pakken dat ook op. Zijn het allemaal sporters ook? Ja, grotendeels wel. Eten ze gezond? Zo. Bij bijvoorbeeld de kantine, dan heb je een hele rij met magnetrons. Want niemand komt, als iemand met ons met brood komt, zitten ze hier aan te kijken. Wat heb jij nou met je brood te eten? Waar staat? Dus allemaal mensen hebben bakjes mee met rijst en kip en broccoli en weet ik het toestanden. Er staat een hele rij voor de magnetrons in de pauze. Maar goed, dat maakt het natuurlijk ook wel makkelijk enigszins. We hebben natuurlijk een bedrijf waar mensen sporten vaak. En daar komt wat toch juist emotie. Hè? En, dus mensen vinden het leuk om bij ons te werken. Dus dat maakt het denk ik ook wel een stuk makkelijker vergeleken bij een bedrijf waar het allemaal wat droger is, zeg maar. Nou, en er zit een coolness omheen of zo. Hè? Tenminste, als ik naar jullie als buitenstaander kijk, het merk XXL, het is gewoon stoer vormgegeven. Ja. Jij bent natuurlijk, zeg maar, echt geen deus gezichtje, zeg maar, van de toko. Nee, met een paar sportwagens in de kelder. Dus dat is ook wel een bewuste uitstraling, toch?
Nou, ik weet niet of het een bewuste... Of, nee, dat is niet een bewuste. Want die auto's, dat is bijvoorbeeld iets... Dat vond ik zelf leuk. En ben ik nooit meer naar buiten gekomen. Tot ik toen met JJ leerde kennen via iemand. En die zegt, die zei tegen JJ, zeg, ga eens een keer bij filmen bij René. Dus de eerste keer, dat is die auto's, dat is niet iets wat ik had om naar buiten te treden. Nee. Dus op een gegeven moment wat naar buiten gekomen is. Maar eigenlijk nooit niet per se de bedoeling was geweest. Die had je echt voor je eigen lol. Ja. Omdat je gewoon van mooie auto's houdt. Ja, dat was het. En toen kwam ze echt, die DJ La Fuente een keer gesproken. En die zei tegen Job, tegen je gaat eens een keer filmen. Je moet een keer naar René gaan. Die heeft een leuk verhaal. Dat is mooi. Dan moet je een keer heen. Zo is dat eigenlijk gegaan. Ja, en die heeft nogal wat kijkers, DJ. Ja. Dus dat was niet eens de bedoeling. Nee, maar goed, het is wel een stoer bedrijf, toch? Ja, denk wel. Ja, vind ik wel. Ja, we hebben wel een stoer bedrijf. En we hebben gewoon voornamelijk een hele goede sfeer. De mensen gaan, die doen een stapje extra voor elkaar. Ja. Kijk, je hebt bedrijven, bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden vallen niet echt bij iemand, vallen ergens tussenin, maar bij ons rapen mensen erop. Mm. In plaats van dat ze het zien gebeuren en draaien zich om. Mm. Kijk, en dat is denk ik, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Hey, als het gaat om kanalen, je bent het super e-commerce bedrijf, hè? Maar je bent ook met retail bezig, hè? Ja, klopt. Ja, ik vind, we zijn eigenlijk, hebben wij vroeger altijd een bedrijf gehad, we deden helemaal geen marketing. Ja, we denken dat ook, weet je, geen verstand van. Dat deden we niet. Dus er was echt mond-op-mond reclame via mensen die shirtjes van. Dat had ik al snel. Ik denk, hé, dat wij leveren aan de beste, de breedste of de stoerste van de sportschool. En er zit een shirt onder lijf. Dus moet hij een shirtje hebben. Ja, zij daar met een shirtje lopen. Ik ga in ieder geval zien dat hij dat onze spullen gebruikt. Dus dat had ik al snel in de gaten. Dus dat hebben we heel veel altijd merchandising gehad. Ja. Maar kijk, op een gegeven moment kregen wij natuurlijk ook veel aanvragen van sportscholen. Van ja, hey, ik verkoop niks meer en iedereen loopt met shakers en shirts van jullie. Ik wil join them, if you cannot beat them, zo'n beetje die. Hoe gaan we dat doen? Dus wij zijn heel veel sportscholen leveren wij ook. Dus hebben we ook 5 mensen voor op de weg. Mm. We zijn ook nog het enige bedrijf in onze branche die dat eigenlijk heeft. Iedereen wil even een snel online score, even wat budget erbij knallen en een influencer wat papotten sturen en wat geld. Maar dat doen we eigenlijk niet, maar weinig. Dus wij doen heel veel via sportscholen. Dus we hebben 800 sportscholen als klant. En tegenwoordig gewoon XXL Nutrition mensen gewoon in een autootje ernaartoe? Ja, om gewoon om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja. We hebben een heel palet aan producten. We hebben ook aangepast, drank, reepjes daar. En we hebben een koelkast, een vending, automaten, sportswetter. Dat was heel, heel gammel. We hebben een beetje zo'n one-stop shop, zeg maar, voor een sportschool. Voor alles wat met drinken en eten te maken heeft, de voeding. En retail komt ook steeds meer. We leveren steeds meer supermarkten. We zijn nog in gesprek met een aantal ketens op dit moment. We zitten in de Gorilla app, in de boodschappen app. Dat gaat ook heel erg goed. Ah ja? Wat dan met name? Gewoon eiwitpoeten, potten eiwit, maar ook pre-workout, reepjes, klant-en-klare drankjes. Die moeten mensen nu hebben. Nou, blijkbaar is de vraag naar, want het is een categorie waarbij je zijn in gesprek geraakt met die mensen en die hebben dat toegevoegd en het loopt boven verwachting. En dan gaan ze ook, we gaan ook weer producten toevoegen, maar dat gaat echt goed. Raar fenomeen, hè? Die flits. Ja, ik vind het een heel raar fenomeen. Ik snap er helemaal niks van. Het businessmodel lijkt mij Nee, dat denk ik dus ook niet. Ik denk dat het hele businessmodel is heel apart. Ja. En zeker omdat je er natuurlijk zoveel hebt en die halen allemaal honderden miljoenen op of het allemaal niks is. Nee. Daar heb ik ook helemaal geen verstand van, maar ik vind het wel... allemaal een miljard waard en zo. Ja, precies. Dat is dan wel weer heel mooi natuurlijk. Als je dat voor elkaar ging denken, dat zal ook het uiteindelijke doel zijn. Dat je een miljard waard bent, denk ik. En dat iemand het koopt en die zit er dan mee. Ja. Zo klapt het wel weer eens een keer. Ja, dat weet ik dus niet. Maar het is wel een mooi kanaal weer voor ons om onze om het merk ook weer zichtbaar te maken. Maar je zit ook bij Jumbo, lig je ook toch al? Ja, Jumbo. En Albert Heijn ook? Nou, het zijn allemaal nog via de franchise, via losse vestigingen. Dus we hebben iets van 50 Jumbo's op dit moment, waar ook een aantal filialen bij zitten. Dus die zijn van de Jumbo zelf. Ja. Maar dat breidt zich uit. Loopt dat? Ja, dat loopt heel goed. Dat loopt boven verwachting overal goed. Je ziet ook dat veel franchise, zo'n franchise hebben van Jumbo, die één vestiging, die meerdere vestigingen, dat ze het uitbreiden naar andere vestigingen. Hm. Dan hebben we ook echt gewoon echt een hele meter, hè, zo'n kopstelling, zo'n een meter hoog en zeven planken zijn dat meestal. Ja. En sommigen breiden het ook uit naar 2 meter zelfs. Dus dat geeft mij aan dat ze tevreden zijn. Maar zegt dat iets over de verbreding van de doelgroep ook? Ja, het wordt steeds meer mainstream. Je ziet in alle landen om je heen, zie je eigenlijk overal in de supermarkt, zie je hele rekken met sportvoeding. En ook in Scandinavië, Duitsland, België, maar in Nederland eigenlijk relatief weinig. Mm. Maar het is nu zozeer, die markt is hier wel, alleen die speelt zich online af. Mm. Maar de behoefte voor de consument is er wel degelijk. Ja, want ook de amateur, ik sport 2 keer in de week of zo, maar als jij gewoon even wat effectief eiwitten en je wil misschien iets aan spiergroei doen, dan is het gewoon super handig om zo'n poedertje te gebruiken. Ja, dat is het ook. Kijk, je ziet ook steeds meer producten in de supermarkt terugkomen, hè. Zelfs een melk.
melk kun je zien. Dan met een drankje met pudding, met pudding. En dat gaat allemaal die proteïne. En eigenlijk is dit hetzelfde wat wij hebben. Alleen we hebben dan, dan in poeder voor en allerlei andere vormen. Maar eigenlijk is dat ook een vorm van sportvoeding natuurlijk. Of het is eigenlijk gewoon geconcentreerde voeding. Ja, dat is het. Waar innoveer jij nog meer op? Want je hebt met je kanalen ben je nu aan het kijken. Of je breder kan gaan dan alleen maar online. Wat zijn nog meer dingen die op je strategische roadmap zitten nu? Waar je mee bezig bent? Ja, kijk, het is innoveren, verbeteren. Hoe moet ik het zo maar zeggen? Dat vind ik heel belangrijk dat wij dat doen. En dat is, want ze zeggen, mensen zeggen, ja, waar wil je staan over een tijd? Maar ik vind ook elke dag een beetje beter. Dan word je vanzelf de beste. Dat roep ik wel vaker. Mm. En dat geldt eigenlijk op alle fronten. Dat is met de website, met de producten, met de samenwerkingen. Vooral vind ik belangrijk. Besteden wij... Samenwerkingen? Nou ja, bijvoorbeeld een samenwerking met Utrecht. Met bepaalde met sportscholen. Ja, precies. En dat is maar zakenpartners. Ja, want wij zijn niet een partij die even dan een... zoals je supplement over een schutting gooit en zoek het maar uit. Net te proberen te kijken, hey, waar kunnen jullie mee helpen? Hebben jullie nog behoefte aan? Bij sportscholen kunnen wij trainingen geven. Om de mensen dat ze iets meer beter advies kunnen geven aan hun leden. Zodat je wat mensen beter ook kan helpen. Want ze maken wel vaak heel veel trainingsgevers, eetschemers. Maar er horen vaak ook supplementen bij. Dat we daar ook mee helpen. Want daar hebben ze het vaak dan net weer geen verstand van. Interessant. Dus... Wat doe jij aan dit zit bijna in de lijn van voorlichting. Ja. Doe jij op YouTube of zo? Nou, doen we eigenlijk weinig, maar dat gaan we wel doen. Dat zit wel in de pijplijn, zeg maar. Ja. Want wij zijn een specialist. En op een gegeven moment zat ik eens te kijken. Ik denk, we hebben 20 soorten verschillende eiwitpoeders. Nou, gewoon mensen die op onze website zitten, die snappen er natuurlijk geen snars meer van. Die denken, wat is dit? Dus dat hebben we ons wel gerealiseerd. Ik denk, ja, dat is een nadeel van een specialist zijn. Hè? Hoezo heb je 20 verschillende soorten eiwitten? Als ik ze voor me heb staan, dan kan ik van elk eiwit precies uitleggen. Want die is precies daarvoor. Dat is daar weer wat mee. Dat is voor mensen die bijvoorbeeld van lactose last hebben. Dat is voor mensen die een iets romerige smaak willen. Het gaat verder dan een smaakje, zeg maar. Verschil. Ja, gaat veel verder. Je hebt met opnamesnelheid te maken, met eiwitpercentages, met de dikte van de shake, caseïne eiwitten. Wij-eiwit, dan heb je ook weer drie soorten in: concentraten, isolisaten, hydrolisaten. Dat gaat best wel ver. Ja. En voor mij is dat allemaal heel logisch, maar mensen snappen het niet meer. We zijn nu guides aan het ontwikkelen. Die hebben bijvoorbeeld voor eiwitten, hebben wat, dan kom je op de site en krijg je wat vragen. En dan zeggen: oké, dit is voor jou. Daar zijn we, die hebben op de site gaan we uitbreiden. We hebben een algemene guide van mensen van zeggen, nou, ik ben een vrouw, een man en dit zijn mijn doelen en dit is mijn sport. En dat je een advies krijgt van wat voor spullen je dan nodig zou hebben en dan ook waarom. Dus we daar een beetje uitleggen, waarom heb je eiwitten nodig? Oké, dit, daar en daarom, ik zou dan deze kiezen. We hebben personal shopper tegenwoordig, hebben we iemand die is eigenlijk een personal trainer. Dat is een vrouw, we hebben ook een man. En dan kan je als klant een afspraak mee maken. En zeg je, ja, ik snap het allemaal niet meer. Ik wil gewoon een afspraak. En dan krijg je een videocall. Klant informeren, dat is eigenlijk iets wat je dan zegt, waar ben je nu echt mee bezig? Ja, het informeren van de klant. Ja. Het helpen van die klant om te maken van de juiste keuze. En dat vind ik ook mooi bij ons passen. Ja. Om die klant beter te helpen om te kiezen van wat is nou het juiste product voor mij. Dat vind ik een hele mooie. Dat vind ik ook mooi dat we dat doen. Daar word ik blij van, zeg maar. Uiteindelijk ben je gewoon een vakkie. Je bent gewoon eigenlijk gewoon een vakidioot. Ja, eigenlijk wel, ja. Beetje dol. En het bedrijf, dat zit er dan omheen. Ja, dat is een mooi systeem. Maar dan heb je het eigenlijk best wel knap gedaan. Dat eigenlijk want als jij nu 3 weken weggaat, dan is er bedrijfsmatig en niks nou. Nee, eigenlijk heel weinig. Dus dat merk ik ook wel. Als ik dan zo'n autoritje hebben we dan. Hè, met zo'n autoclub. Zijn er ook allemaal ondernemers die dan meegaan. En dan stappen we uit bij op zo'n top van zo'n berg of een coffeeshop. En iedereen heeft zijn telefoon. Gewoon een druk bellen en dat en dit doen. Ik zit met mijn banden ben ik bezig. Om even kijken of mijn druk wel goed is. Weet je wel. En, of er geen troep in mijn cooler zit of zo. Of een fotootje maken van een gegeven moment. Iedereen is druk aan het bellen. En ik denk, wat ben je allemaal aan het doen? Stress. Ja. Ja, dan hoor je ook mensen, die klojo's en die weet ik het wel, allemaal over. Maar dan denk je, zo praat je toch niet over je personeel, jongens? Maar dat kan toch niet? Ja, die snappen er geen reet van. Ja. Maar ik zeg, als jij zo over je mensen praat, dan snap ik ook wel dat als jij weg omdat ze geen ruk doen. Dus nee, ik denk dat je bij ons is dat ik word eigenlijk niet gebeld. Want het zou wel heel raar zijn als ik in een auto zit en ben er weg of ik sta ergens, dat ik dan een probleem op kan lossen op het werk waar iedereen met elkaar zit, nog kunnen overleggen en dan moet ik het gaan oplossen. Dat zou een heel raar probleem zijn. Ik heb nog nooit iemand die mij een keer gebeld dat ze in het weekend een vriendinnetje hebben opgepikt s'avonds en dat ze niet weten hoe het werkt. En dan zeggen ze, nee, kom eens even helpen of zo, weet je wel. Zeg, dan weet je, dan lukt het allemaal wel. Dus ik zeg, op het werk gaat het voor mij ook allemaal prima lukken, hoor, jongens. Zijn het veel jongens, mannen? Nee, we hebben heel veel vrouwen. Ja. Waar zit jij fysiek? We zitten in Deurne. Dicht bij Eindhoven. Dus veel gasten uit de regio? Ja, heel veel. Okay. Heel veel mensen. Zou je wel eens, want hoe ziet je groeiplan eruit? En dan, ik kan me ook voorstellen, pleuren dependance hier in de Randstad. Ja, we hebben helemaal totaal niet nodig. Nee. Omdat wij hebben gaan uitbreiden. Hè? We hebben een magazijn iets van 5000 meter. Hebben we nu ongeveer staan met de kantoren erbij. Dan gaan we verdubbelen. Omdat we hebben gewoon tekort ruimte. Verdubbelen.
Ja, met mijn gezin. Ja, ik heb een stuk grond hadden we naast ons. Dat was nog beschikbaar. Dat heb ik gekocht van de gemeente. En als we dan bouwen, denk ik ook in één keer voor ons blijf ik weer steeds plakken. Dat hebben we nou ook al 2 keer gedaan. En ik denk, ja, dan in één keer goed. En gewoon even goed kantoren erbij, sportschool erbij voor de mensen. Ook meteen leuk voor ons. Die heb je nog niet? Nee, hebben we niet. Aha. Dat ga ik straks wel doen. Maar ik hoef daar niet, want we kunnen alles versturen. Alles is PostNL, DHL en dat gaat eruit. En eigenlijk kun je best heel veel landen kun je gewoon voorzien vanuit één magazijn. Ja. Dus een dependance, dat heeft geen nut. Ja, we hebben gewoon heel veel mensen uit de regio. En ook heel veel mensen die werken al lang bij ons. Maar je merkt dan, we hebben heel veel mensen werken lang. Maar je hebt ook in de tussentijd natuurlijk mensen gehad die niet helemaal pasten. Of toch niet helemaal in de cultuur. Of weet ik. Die zijn, gaan dan vanzelf weg. Dat werkt gewoon zelf. Dus het is niet zozeer dat wij zo'n cultuur hebben dat je dan... Want dat kan ook een last zijn. Hè, dat mensen niet, dat er geen doorstroom is. Maar we werken dat mensen, de goede mensen om het zo maar te zeggen, ja, die blijven. Maar als die het nog niet helemaal tussen de cultuur passen, die gaan dan ook vanzelf weg. Of dan moeten we ook afscheid van nemen. Maar ze gaan dan toch vanzelf. Ja, we worden als bedrijf steeds beter. Maar dat is ook gewoon om de mensen die 5 jaar geleden bij ons binnengaan, die zijn gewoon ook beter geworden in hetgene wat ze doen als dat ze 5 jaar terug waren. Dus daarom verbeteren we als bedrijf ook. Omdat eigenlijk individueel allerlei mensen op meerdere fronten gewoon beter weten waar ze mee bezig zijn en meer kennis hebben. Ja. En daarom zijn we ook als bedrijf gewoon beter geworden. Ja. Dat had ik het laatst ook eens over met die jongens op het werk. Van jongens, meiden, hè? Zo zit het eigenlijk. Ja. Dus dat, is eigenlijk, vind ik ook wel mooi. Is er een geheim aan hoe je dit moet doen? Want er zijn zoveel ondernemers die ik spreek met veel mensen die best wel gewoon gestresst hebben over mensen. Ja, ik zou dat echt niet weten. Ik denk dat ik wel een geluk heb dat wij een bedrijf hebben waar mensen het leuk vinden om te werken. Ja. Maar ik durf dat niet echt te zeggen. Ja, ik vind gewoon dat je de bepaalde band die ik met mensen heb, vind ik wel belangrijk. Dat je mensen met respect behandelt, mensen de vrijheid geeft. Ja, mensen van, ja, ik durf dat niet echt. Kijk, ik hoor ook wel eens mensen, oh, maar goede mensen lopen weg. Ik heb nog nooit iemand gehad die goed is die weggegaan. Ik heb wel huilende mensen aan mijn bureau gehad. Van, oh nee, ik heb een aanbieding gehad. Ja. En dan viel LinkedIn en die willen me zoveel geven van salaris en dat is meer. En ik weet niet wat ik moet doen, ik wil niet weg. En gewoon echt tranen gewoon. Ja. Ik weet niet wat ik moet doen en kun jij me helpen? Wat moet ik zeggen? Maar je moet uiteindelijk zelf je keuzes maken. Ja. En dan ga je wel kijken van, nou goed, wat wil je nog? En waar wil je naartoe? En dan kan je kijken naar het salaris en zeg je, ja god, misschien moeten we zomaar een keer. Ik zeg, ik moet wel dingen in balans. Ik kan niet iemand heel veel meer gaan betalen ten opzichte van een ander. Ik vind er wel dat er een soort transparantie moet zijn. En het moet in balans allemaal zijn. En je weet, ja, soms worden mensen gelokt voor iemand anders. Maar we hebben nu een keer of vier, vijf ook meegemaakt. Maar mensen gaan uiteindelijk dan toch niet weg. Hmm. Zeg nee, ik heb besloten, ik ga niet weg. Ik kan niet, daar krijg ik echt spijt van. Dat ga ik gewoon niet doen. En dat vind ik, dat is ook wel mooi. Mag je trots op zijn, toch? Ja, dat vind ik mooi. Want dat is de mensen zeggen, ja, wat doe je het voor? En ja, dat natuurlijk, ik vind gewoon een van de belangrijkste dingen dat ik met plezier naar het werk ga. Of op de zaak kom, werk ik. Het is eigenlijk geen werk. Nee. En dat je dan dat enthousiasme ziet van al de mensen. Die zijn allemaal bezig met hun eigen dingen, plannen. En dan zit ik wel eens te kijken en dan denk ik, ja, dat vind ik mooi. Ja. Daar word ik echt blij van. Mag je heel veel succes en vooral heel veel plezier wensen de komende jaar. Oh ja, en de laatste vraag. Kun je het inmiddels driften? Goed. Ja, dat gaat goed nou. Ja? Dat gaat goed. En ik had ook begrepen, wie is er nou beter, jij of je vrouw? Nou, stiekem rijd ik toch wel harder, mijn vrouw. Ja. Mijn vrouw rijdt wel heel behoorlijk door. Ja, maar die kan het goed, hè? Ja, ja, we hebben natuurlijk die ritjes. Sommige mensen die komen het zweet uit de auto. Hoor, die vrouw van jou kan wel doorrijden. Die hebben echt, moeten zeggen, echt, die willen ze niet. Maar driften kan je inmiddels. Ja, zeker. Okay, komt goed. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer een mooi ondernemersverhaal hier op CVD. En als je zit te luisteren, dankjewel voor het luisteren naar de podcast. Zit je op YouTube, abonneer je dan. Want er staan meer dan 1000 verhalen elke week. Een paar nieuwe hieronder. Even klikken. En het is klaar. Dankjewel voor nu. Hoi.